dat vind je me eigenlijk verbinden. Dat ben je, hè? Ja, dat geeft je zo de kleur geel. Ja. Heel spannend. Ja, ja. Als je nu kijkt. We zijn hier in Museum Gouda en voor mij staat Marieke Schoonderbeek. Marieke, je hebt deze bijzondere vaas gemaakt en die heb je vandaag overhandigd aan de directeur van het Museum Gouda. Wat is er zo bijzonder aan deze vaas? Het verhaal. Het verhaal, vertel eens. Ja, 4 jaar geleden heeft er een fontein in de stad Gouda gestaan. Die heb ik toen ook gemaakt. Dat was een wensfontein. Er zijn heel veel mensen geweest die toen daarnaar zijn gaan kijken en een munt hebben gegooid en een wens gedaan hebben. En ik heb uiteindelijk van al die munten heb ik deze vaas gemaakt. En ik wilde graag de vaas, dus eigenlijk de wensen, teruggeven aan alle mensen. Vandaar dat ik hem aan de stad Gouda geef. En hij is inderdaad aan het museum geschonken. Want ik denk dat een kunstwerk als dit het beste thuis is in een museum. Maar het is bedoeld voor alle mensen die toen ooit de fontein hebben gezien. En omdat dat in Gouda stond, zullen dat vooral Goudenaars geweest zijn. Maar ook eigenlijk mensen uit het hele land, want het was onderdeel van een expositie destijds. En je kunt ook wel zien, deze vaas is, is zo gesmolten, zodat die bergen die zijn allemaal die zijn omhoog gegaan. En omdat deze vaas een dunne schil heeft aan de bovenkant, als je hem zo zou smelten, zou je hier al die open openingen van de bellen hebben. En als je hem naar het overkomt, dan haal je eigenlijk, het werkt echt als een fossiel, want dat glas versmelt een beetje met de hand. En dus je moet hem echt uithakken dan, dan hak je hem al af, dat is echt aan elkaar vast. En de buitenkant hebben we toen helemaal gepolijst, zodat je eigenlijk de dikteverschillen heel goed ziet. Als je met je vinger erop langs gaat, dan zie je... Ja, nou. En de binnenkant is alleen, daar heb je nog wel de textuur van de mal. Maar die is wel schoongemaakt met een soort azijn, zodat het gips eigenlijk oplost. En je nog wel. Ja, precies. Ja, je ziet eigenlijk het hele proces wel in de vaas. Want je ziet ook een beetje de gipsstuk. Want eerst is die. Het origineel is van gips. Die is